dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Goedemorgen, 4H voor Wiskunde B. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Vandaag gaan we het hebben over vergelijkingen met wortels. En dat klinkt heel moeilijk, maar eigenlijk is het gewoon iets wat je in de tweede klas hebt geleerd. Alleen nu zijn er dan ook wortels. En je moet natuurlijk je antwoorden exact geven. Dus laten we even kijken. Het gaat om lineaire vergelijkingen. En laten we even kijken naar de theorie daarover. Bij een lineaire vergelijking breng je alle termen met x naar links. En alle termen zonder x naar rechts. En dan tel je alles op, hè, aan beide kanten. Dus eigenlijk gewoon herleid aan beide kanten. En deel door het getal voor de x. En het getal voor de x, in wiskundetaal is dat de coëfficiënt van x. Maar dat is niet zo belangrijk. Dus even een heel simpel voorbeeld uit de tweede klas. Gewoon even om warm te worden. Dus als we zeggen bijvoorbeeld 7x plus 15 is gelijk aan 5x min 7. Dan zeg je van oké, die staat aan de goede kant. Deze moet naar de andere kant. Die moet naar de andere kant. Die blijft staan. En als je iets naar de andere kant brengt, dan wordt een plus een min en een min wordt een plus. Dus die 7x hou je. Die plus 5x, de plus zie je niet, want het is het begin van de formule. Maar dat wordt min 5x. Min 7 blijft staan en die plus 15 wordt min 15. Dus dan ga je beide kanten herleiden. Dan zeg je, 7x min 5x. 2x min 7 min 15 min 22. Dus x is min 11. En dat kon je dan nog controleren door het in te vullen in de formule. Hè. Dus dan kon je doen 7 keer min 11. Plus 15, 7 keer min 11, dat is min 77. Min 77 plus 15, dat is volgens mij min 62. En die andere kant, hè, die 5 keer min 11, min 7. 5 keer min 11 is natuurlijk min 55, min 55, min 7, ook min 62. Dus inderdaad, dit is het getal wat je moet invullen voor x om ervoor te zorgen dat dit aan elkaar gelijk is. Hè. Dat is het idee van een vergelijking. Je hebt een formule, je wilt dat die waar is en dan welk getal van x moet je dat invullen. Het oplossen van een vergelijking is het op een wiskundige manier bepalen van die waarde voor x die je daarvoor nodig hebt. En x is min 11 is de waarde die ik hier nodig heb. Oké, dit is leuk, maar dit is niet met wortels. Je kan natuurlijk ook vergelijking hebben met wortels. En dat werkt precies hetzelfde. Ik kan bijvoorbeeld hebben, ik doe drie voorbeelden. In oplopende graad van moeilijkheid. Dus laten we eerst even een beetje redelijk voorbeeld doen. Hè? Dus we hebben bijvoorbeeld 3, wortel 3x plus 8 is, 3 wortel 3x, hè? 3 wortel 3x plus 8 is wortel 3x plus 7. Ja? Nou, dan moet je hetzelfde doen als wat we daar deden. Dus dat betekent dat je de termen met x die kant op doet en de termen zonder x naar die kant. Dus je krijgt hier die wortel 3x gaat naar die kant en die plus 8 gaat naar die kant. Dus dan krijg je 3 wortel 3x min wortel 3x is gelijk aan 7 min 8. Oké, 3 wortel 3x min wortel 3x. Dat kun je als volgt zien. 3 wortel 3x is eigenlijk wortel 3x plus wortel 3x plus wortel 3x. En als ik dan een wortel 3x weghaal, heb ik er nog 2 over. Dus eigenlijk zeg je, ik heb er 3, ik haal er 1 van af. Dus ik heb er 2 over, dus 2 wortel 3x. En 7 min 8 is min 1. En nu moet je dan nog delen door het getal voor de x. Dus dan krijg je min 1 gedeeld door 2 wortel 3. Maar, lieve mensen, we hadden afgesproken dat we geen wortels in de noemer wilden hebben. Dus dat betekent dat je die wortel 3 hier nog moet wegwerken. En de manier waarop je dat deed, was dat je boven en onder ging vermenigvuldigen met wortel 3. En dan krijg je min wortel 3 aan de bovenkant, gedeeld door 2 keer wortel 3 keer wortel 3.
Maar wortel 3 keer wortel 3 is 6. Wortel 3 keer wortel 3 is 3. Als je dat dan keer 2 doet, dan is het 6. Dus het antwoord is min 1 zesde wortel 3. En dit antwoord is ook goed. Deze twee zijn eigenlijk allebei goed, maar die is nog niet goed omdat je een wortel in de breuk hebt. Oké, nou dit was de makkelijkste. Dan kan je het ook nog een stukje moeilijker maken. Dan kun je ook zeggen van ja, maar wat gebeurt er dan als ik dit doe? Wortel 27 x plus 8 is wortel 3 x plus 7. Als je nu die wortel 3 x aan de andere kant gaat brengen, dan krijg je dus wortel 27 x min wortel 3 x is 7 min 8 min 1. Ja, en wat moet je daar nou mee? Nou ja, we hadden in de vorige theorie geleerd dat je, als je een getal had onder de wortel, dat je kon kijken of er misschien in die vermenigvuldiging een kwadraat zat. En dan kon je dat eruit halen. Dus laten we hier eventjes op een kladblaadje kijken wat er nou gebeurt. Kijk, 27 is gelijk aan 3 keer 9. Dus wortel 27 is gelijk aan wortel 3 keer 9. Maar jullie hebben geleerd dat als je een vermenigvuldiging hebt in de wortel, dat je het los kan halen. Dus dan krijg je wortel 3 keer wortel 9. En die wortel 9 kan je uitrekenen. En die kan je dan voorschrijven. Dan zeg je, oh, dat is 3 wortel 3. Dus eigenlijk staat hier 3 wortel 3x min wortel 3x is gelijk aan min 1. En dit kan je wel uitrekenen. Dit wordt 2 wortel 3x is min 1. En dan krijg je weer je x is min 1 gedeeld door 2 wortel 3. Dat is hetzelfde als wat we hier deden. Zo heb ik hem bedacht. En dat geeft dus als antwoord min 1 zesde wortel 3. Dus soms, als je moet herleiden met die wortels, dan moet je realiseren dat je zo'n wortel kan vereenvoudigen door er een kwadraat uit te halen. En dan kan je ze misschien wel bij elkaar doen, terwijl dat eerst niet kon. Dus dat maakt deze som vervelend. Nou, de laatste soort som, die is eigenlijk niet moeilijker. Maar daar wil ik een heel klein stukje extra over vertellen, omdat ik het raar vind dat het boek dat niet doet. Dus deze voorbeelden haal ik even weg. En dan ga ik nog één voorbeeldje doen. En daarna denk ik dat ik ook nog even een sommetje doe. Oké, wat denken jullie van deze formule? Dus x plus 10 is gelijk aan wortel 3x plus 5. Whatever, maakt het zelf uit. Nu gaan we ook gaan we ook de x'en naar links brengen en de losse getallen naar rechts. Hè? Dus die x blijft staan, die wortel 3x gaat naar de andere kant. En dan heb je hier, die 10 gaat aan de andere kant, dus dan krijg je eigenlijk min 10. En die plus 5 blijft staan. En ja, nu heb je hier een probleem, want hier staat 1x min wortel 3x. En dat kun je niet uitrekenen, dat is niet min wortel 2x of wat voor onzin dan ook. Nee, maar toch kan je hier wat mee. Je kan namelijk die x hier buiten haakjes halen. En dan staat er 1 min wortel 3 tussen haakjes keer x. En min 10 plus 5 kunnen we natuurlijk gewoon uitrekenen, dat is min 5. En dan moet je delen door het getal voor de x, en dat is een beetje een ingewikkeld getal. Maar je kan het natuurlijk wel gewoon delen, dus dat wordt dan min 5 gedeeld door 1 min wortel 3. Nou heb ik al twee lessen lang lopen te roepen van ja, we willen geen wortels in een breuk. Maar het boek zegt hier van, oh, maar dit is niet erg. Dus op de toets, officieel, mag je dit als antwoord geven als er om een exact antwoord wordt gevraagd. Hè? Als er om een afgerond antwoord wordt gevraagd, moet je het even intoetsen in je rekenmachine. Maar toch vind ik het leuk om heel even te laten zien hoe je hier van die stomme wortel in de breuk af kan komen. Want zo moeilijk is het nou ook weer niet. Wat je kan doen, is je kan deze breuk boven en onder vermenigvuldigen met 1 plus wortel 3. Dus hetzelfde als wat hier staat, maar dan met een plus in plaats van met een min. En als je dat doet, dan krijg je boven dus min 5 keer 1 plus wortel 3. En onder krijg je, dit. Laat ik eventjes een extra tussenstap nemen. 1 min wortel 3 gedeeld door 1 plus wortel 3. Nou, sommige mensen herkennen misschien een merkwaardig product hier, maar voor de mensen die het niet herkennen, kan het ook gewoon uitrekenen. Het is geen schande. Dus dan wordt het 5 plus 5 wortel 3. En onder krijg je 1 keer 1, dat is 1. 1 keer plus wortel 3 is plus wortel 3. Min wortel 3 keer 1 is min wortel 3. En min wortel 3 keer plus wortel 3 is
min 3. En dan gebeurt er iets moois, want die pluswortel 3 en die minwortel 3, die valt tegen elkaar weg. Dus dan hou je over min 5 plus 5 wortel 3, gedeeld door 1 min 3, dat is min 2. Dus dan is mijn antwoord 5 plus 5 wortel 3, gedeeld door 2. Oké, nou dat is toch nog een vrij lange berekening geworden. Dus om even helder te maken wat ik van jullie verwacht, wat hier omcirkeld is, dat is extra. Dat hoef je niet te kunnen. Maar ik vond het wel leuk om het even te laten zien. En als ik straks een som ga bespreken en ik krijg een dergelijk antwoord, dan wil ik het toch wel even in de goede vorm schrijven. Zullen we nog even controleren of dit wel waar is? Even gewoon op de rekenmachine, gewoon om te kijken. Ik pak even de rekenmachine erbij. Zo. En dan gaan we eventjes het intoetsen. Gewoon om eventjes te laten zien dat ik de boel niet belazer. Dus min 5 gedeeld door 1 min wortel 3. Misschien ben je niet overtuigd van deze berekening, omdat die wat snel ging. Dat is 6,83 nog wat. Oké. Maar wat is dan 5 plus 5 wortel 3... gedeeld door 2. Nou, error. Oké. Wat heb ik nou weer fout gedaan? Oh, de 2 niet ingetoetst. Dat ziet eruit als hetzelfde getal, hè? Maar die andere is weer weg, dus ik wil hem nog even oproepen. Want er moet wel precies hetzelfde getal. Zucht. Oké. Deze. En ik kan het goed nog een keer opnieuw intoetsen op deze manier natuurlijk, hè. Maar dat ga ik niet doen. Ik ga gewoon eindeloos terug tot ik de andere berekening heb. Deze. En dan zie je dat het precies hetzelfde getal is. Mooi, hè. Dus dit is dit gebruiken wiskundigen ook. En VWO-wiskunde B moet het officieel wel kunnen. Maar in de praktijk, op het examen, zijn ze daar nooit zo streng mee. Oké, nou. Laten we maar eventjes een sommetje bespreken. De sommetjes die hierover gaan, dat zijn 54 tot en met 57. En ik denk dat we wel gewoon kunnen kijken. Ja, ik zie dat ze bij 54a, bij 54 hebben ze allemaal breuken staan. Dus misschien, daar wil ik wel iets van laten zien. Gewoon even vertellen hoe het ook alweer ging. Dus ik denk dat ik 54b wil bespreken. Ik ga het even opschrijven, dit kan weg. ...54b... ...en dan wil ik ook nog iets van 57 bespreken straks. Oké, nou bij 54b... ...hebben ze iets met breuken staan... ...en ik wil nog even in herinnering roepen... ...hoe dat ook weer werkt. Het begint met 1 vierde x... ...wortel 6... ...plus wortel 2... ...is gelijk aan een half x... wortel 3. Nou, in de eerste plaats, er is een soort algemene hint als het gaat om breuken, namelijk met een getal vermenigvuldigen zodat de breuken weggaan. Dat is niet verplicht, maar als de breuken weg zijn, dan is de kans op fouten gewoon kleiner en hoef je geen minder moeilijke berekeningen te doen. Dus als je een vierde weg wil hebben en een half weg wil hebben, dan is het voldoende om te vermenigvuldigen met 4, want gaat die weg, maar die half gaat automatisch ook weg, want 4 keer een half is 2. Dus we gaan alles vermenigvuldigen met 4. Dit net als dat je het in de tweede klas hebt geleerd om breuken weg te werken bij lineaire vergelijkingen. Ja, 4 keer een vierde x wortel 6 is gewoon x wortel 6. 4 keer wortel 2 is 4 wortel 2. En een half x wortel 3, dat is natuurlijk, dan moet ook keer 4. Dus een half keer 4 was 2, dus krijg je 2x wortel 3. Oké. En nu gaan we dus de dingen met x naar links brengen en de losse getallen naar rechts. Zo. Oké, dus dan krijg je x wortel 6 min 2x wortel 3 is gelijk aan min 4 wortel 2. Je kunt erover discussiëren wat er precies verplicht is. Maar je kunt opmerken dat die wortel 6, dat is eigenlijk wortel 2 keer wortel 3.
Dus je kan het zo schrijven. Dan zeg je dat is x keer wortel 2 keer wortel 3 min 2x wortel 3 is min 4 wortel 2. En als je dan, dan kan je dus die x buiten haakjes halen, maar die wortel 3 kun je ook buiten haakjes halen. Dus dan krijg je x wortel 3 keer wortel 2 min 2 is gelijk aan min 4 wortel 2. En nu moet je dus delen door het getal voor de x. Dus dan krijg je x is min 4 wortel 2 gedeeld door wortel 3 keer wortel 2 min 2. En dan zeg je natuurlijk van ja, maar ze hebben hier al een wortel in de breukzaal. Waarom is die breuk dan erg? Of die wortel 3 dan erg? Nou, daar kun je inderdaad over discussiëren, want die hoeft er dan niet weg. Maar laten we gewoon die in ieder geval even weghalen. En dan krijg je dus min 4 wortel 2 keer wortel 3 gedeeld door 3 keer wortel 2 min 2. En dit kun je dan nog uitrekenen, dat is wortel 6. Dus min 4 wortel 6 gedeeld door 3 wortel 2 min 2. En wat ik dan eigenlijk nog wil doen is het nog even een stukje mooier schrijven. Dat kunnen we wel doen. Ja, dus we gaan nog eventjes, dat is dus extra, hè? Maar we gaan even vermenigvuldigen met wortel 2 plus 2 boven en onder en kijken wat er gebeurt. Dus, wat krijg je dan? Boven krijg je 4 wortel 6 keer wortel 2 plus 8 wortel 6, want 4 keer 2 is 8, hè? En onder krijg je 3 keer, en dan krijg je die wortel 2 keer wortel 2, dat is 2. En wortel 2 keer 2 en min 2 keer wortel 2, dat valt tegen elkaar weg. En min 2 keer plus 2, dat is min 4. Dus dan hou ik over 4 wortel 12, hè? 2 keer 6 is 12, plus 8 wortel 6, gedeeld door, nou even kijken, 2 min 4 is, dit minteken moest ik nog opschrijven. 2 min 4 is min 2, 3 keer min 2 is min 6. Dus de minnen vallen tegen elkaar weg. Dan kan je ook nog alles door 2 delen. Dus ik zou zeggen dat dit 2 wortel 12 is, plus 4 wortel 6, gedeeld door 3. Nou, mooier dan dit kan ik het niet maken. Maar je ziet dus, dit is best wel een hele smerige vergelijking. Dus ik kan me voorstellen dat als je net de uitleg hebt gekeken, dat je denkt van, oh, dat kan ik misschien wel. Maar hier gebeuren dan weer dermate gekke dingen dat je denkt van, oh, maar die is wel erg smerig. Dus ik wil ook nog even kijken naar een beetje normale som, soms 57 of zo. Daar is het allemaal wat minder rampzalig. Ik wil het even controleren, hè, want we gingen onze antwoorden controleren. Dus even kijken. Dus onze x, die we hebben gevonden, is onze oplossing, zou moeten zijn 2 wortel 12 plus 4 wortel 6. En dat moet dan gedeeld worden door 3. Dus dat is 5, nog wat. En dat sla ik even op, zodat ik het kan testen. Dus nou wil ik dat 1 vierde x wortel 6 plus wortel 2 gelijk is aan een half x wortel 3. Nou, dus ik ben benieuwd. 1 vierde 0,25. Keer onze oplossing, dat is a, wat? Alpha, ja a, wortel 6, plus wortel 2, en dat geeft 4,82 of zo. En wat is dan een half keer x, dat is a, keer wortel 3? Dat is hetzelfde. Dat valt er alweer mee. Dus hij is wel goed. Dat is fijn. Maar het is een beetje smeergesom. Je had misschien het gevoel dat je het kon volgen en hier gebeuren dan allemaal gekke dingen. Dus ik wil ook nog even kijken naar 57. Sluit misschien beter aan bij wat nou echt belangrijk is aan deze sommen. En wat er echt belangrijk is aan deze sommen, dat komt in het volgende filmpje. Want dan gaan we een toepassing doen hiervan. Dus laten we gewoon even kijken naar 57a. A staat 2x wortel 6 min 6
is gelijk aan 4 over 6. Oké. De getallen met x, de termen met x moesten aan deze kant staan. De termen zonder x moesten naan de andere kant. Dus dan krijg je die 4 wortel 6, die hadden we al. En die min 6 wordt plus 6. En dan moet je x uitrekenen door te delen door het getal voor de x. En het getal voor de x, dat is 2 wortel 6. Dus dan krijg je 4 wortel 6 plus 6 gedeeld door 2 wortel 6. En in dit geval kan je die breuk loshalen. Hè? Net als als je dit hebt, als je hebt 3 plus 4 elfde, kan je dat schrijven als 3 elfde plus 4 elfde. Dit is gewoon een regel voor het optellen van breuken. Maar ja, net als alle regels in de wiskunde werken ze ook andersom. Nou, niet alle regels, maar bijna alle regels. Je kan ook van die naar die, en niet alleen maar van die naar die. Dus als je dat hier doet, dan krijg je 4 wortel 6 gedeeld door 2 wortel 6 plus 6 gedeeld door 2 wortel 6. Dus ja, 4 wortel 6 gedeeld door 2 wortel 6 is natuurlijk 2. En dit ding, dus heb ik een breuk onder in de noemer en dat mocht niet. Dus dan ga je deze boven en onder vermenigvuldigen met wortel 6. Dus dan krijg je aan de bovenkant 6 wortel 6. En aan de onderkant krijg je 2 keer wortel 6 keer wortel 6. Maar wortel 6 keer wortel 6, dat is 6. Deze 6'en, die vallen dan weer weg. Dus het antwoord is dan 2 plus een half wortel 6. Nou, dat gaan we ook even controleren. We zijn toch lekker bezig. Dus het antwoord is 2, tenminste, ik heb het uitgerekend. Ik hoop dat het het antwoord is, anders moeten we de fout gaan zoeken. Er zit ook niemand in het lokaal om te zeggen, oh, daar hebt u een min vergeten of zo. Oké. Want ik vergeet wel eens een min. Dit is A, het antwoord stop ik in A en dan gaan we het even uitrekenen. Dus 2 keer A wortel 6. Zo. Min 6. Dus dat is de ene kant. En de andere kant is 4 wortel 6. Komt daar hetzelfde uit. Ja, oké. Dus die is goed. Ik denk dat het ook leuk is om eventjes te kijken naar bijvoorbeeld som B. Kan hier wel. B, 57B. Daar staat 3x wortel 2 min 2x is gelijk aan 6. X en naar links, losgetallen naar rechts. Dat staat allemaal al goed. Dan kunnen we hier wat buiten haakjes halen. En we nemen natuurlijk de x. En verder heb ik geen dingen die echt hetzelfde zijn. Dus je zou natuurlijk die 2 kunnen schrijven als wortel 2 keer wortel 2. En dan de wortel 2 buiten de haakjes halen. Maar dan moet je die aan het eind weer gaan wegwerken. Dus dat zou ik niet doen. Dus je krijgt hier x keer 3 wortel 2 min 2. 6. Dus x is 6 gedeeld door 3 wortel 2 min 2. Dit is het antwoord wat het boek accepteert en wat ik accepteer op de toets, maar ik vind het leuk om eventjes die wortel weg te werken aan de onderkant. Dus ik ga boven onder vermenigvuldigen met 3 wortel 2 plus 2 en 3 wortel 2 plus 2. En als ik dat ga uitwerken, dan krijg ik 6 keer 3 wortel 2 is 18 wortel 2 plus 12. 6 keer 3 wortel 2, 18 wortel 2 en 6 keer plus 2 is plus 12. En aan de onderkant krijg je 3 wortel 2 keer 3 wortel 2. Laat ik dat nog eventjes zo opschrijven. Dan kunnen we daar nog even over nadenken. 3 wortel 2 keer plus 2 en 3 wortel 2 keer min 2. Die dingen vallen weg. Die ga ik niet opschrijven. En min 2 keer plus 2 is min 4. Dus wat is 3 wortel 2 keer 3 wortel 2? Nou, in een vermenigvuldiging mag je zelf weten wat de volgorde is. Dus je mag ook 3 keer 3 keer wortel 2 keer wortel 2 doen. Dus zo. En nou, 3 keer 3 is 9 en wortel 2 keer wortel 2 is 2. Dus dit dingetje hier is 18. Dus hier staat 18 min 4. Dus ik krijg 18 wortel 2 plus 12 gedeeld door 18. Nou, dan kun je nog alles door 2 delen. Want die breuk moet je natuurlijk vereenvoudigen. Dus dat wordt 9 wortel 2 plus 6 gedeeld door 9. En ook dit gaan we weer even controleren. Dus, de waarde voor x die wij hebben gevonden, die gaan we eerst even intoetsen. Dat wordt 9 wortel 2 plus 6. En die hele zooi moet dan worden gedeeld door 9. Oh, maar ik zie dat de plus 6 onder de wortel terecht is gekomen. Dat moet niet, die plus 6 moet na de wortel. Dus zo.
En nu had ik niet op insert gedrukt, dus nu moet ik het helemaal opnieuw intoetsen, net als jullie. Oké, nou, dus dan heb ik 2,08 of zo en nog wat zooi. En dan is de vraag, klopt dat? Nou, laten we het even intoetsen. Dus 3 keer, ik heb het niet in een variabele gedaan, dus ik gebruik even ans. 3 ans wortel 2. Ik heb hem toch maar 1 keer nodig, die ans. Hè. Ik heb hem maar in 1 formule nodig. Min 2 keer ans. Dus even kijken. 3x wortel 2 en min 2x. Ja, dit zou 6 moeten zijn. Het is geen 6. Oké, wat is er misgegaan? Laten we even kijken of die wel goed is. 6 gedeeld door 3 wortel 2. Min 2. Hey, dat is een heel ander antwoord, zie je dat? Zou deze het wel doen? Kijk, dat kunnen we heel makkelijk doen, want hij staat nu in ans. Dit. Ja, dus dit is goed. En toen is er iets misgegaan. Laten we nog even kijken. Dus 6 keer 3 wortel 2. 6 keer 3, dus inderdaad 18. 18 wortel 2, dus dat ben ik met mezelf eens. 6 keer wortel 2 is inderdaad 12. Of 6 keer 2 is 12, dat ben ik ook met mezelf eens. Wacht even. Ik ben hier die min 4 vergeten op te schrijven, zie je dat? Want 3 wordt 2 keer 3 wordt 2, dat was 18, maar er stond ook nog een min 4. Dus ik moest hier eigenlijk hebben staan 14. Dus even opnieuw opschrijven hier. Dus je krijgt 18 wortel 2 plus 12 gedeeld door 14. En dat kan je boven en onder door 2 delen. Dus dan is je antwoord 9 wortel 2 plus 6 gedeeld door 7. Dus je moest delen door 7. En niet delen door 9. Dus kijk of dit ook die 2,67 is voor de zekerheid. En dan zijn we klaar. 9 wortel 2. Zo. Plus 6. Gedeeld door 7. Dat is diezelfde die we aan het begin hadden. Dus deze is wel goed. Nou, mooi. Zo zie je dat het dus loont om je antwoorden gewoon even te controleren. En ik begrijp dat als je in de toets in tijdnood zit en in de stress, dat je dan niet ook nog eens een keer je antwoorden zit te controleren. Natuurlijk, je gaat eerst gewoon alles maken wat je kan maken. Maar als je tijd over hebt, dan is het altijd goed om even te checken. Want dan kan je nog dingen verbeteren. En als je dingen verbetert, dan levert het misschien meer punten op. Oké, nou, dat was wel zo'n beetje wat ik wilde vertellen. Dus dan gaan we afsluiten, lieve mensen. Dank jullie wel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Yeah. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Meneer Snel, bro, ja, dat is een feit. HBO of universiteit. Meneer Snel, die soort dat jij bereikt. Tienen halen, je zou niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Op meneer Snel valt niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. We'll be right back.